Bij Span Mene dachten ze, ja, we gaan eruit met een knal. En op de laatste speeldag gingen ze ja, eigenlijk nog maar eens winnen bij Greenyard Mazijk 1-3. Dat is dan, mogen we toch zeggen, de kerst op een heel mooi seizoen. Kobe en Frank, dikke proficiat natuurlijk. Ja, uh, Frank, het is echt wel uh, het seizoen afsluitend met een knal, toch? Ja, ik had het eigenlijk ook niet zo verwacht. Hè. Uh, ik had verwacht dat Mazijk wel wat... Toch nog een keer testen naar, naar volgende week toe, naar de finales. Maar ze, wouden, ze waren niet zo gedreven en bij ons lukte eigenlijk bijna alles. Uh, zeker uh, de eerste set speelden we ook niet echt superniveau, maar ja, receptioneel gaan we veel onderuit. Maar wij scoorden ons ballen en we blokten heel veel. Uh, Leon Leonis Zedijnen uh, zette vier bloks. Uh, dus ja, alles lukt er, die wedstrijd. En dan natuurlijk, ja, als ze Nederlander gegeven, dan willen ze die wedstrijd winnen. Hè. En, en dan lukt dan nog alles de, de volgende zitten En hey, het is toch wel oh ja, het is toch een mooi afsluit op, uh, op het seizoen eigenlijk. Jacob, Jacob zag je een beetje een ontreddering ook? Nee, ja, ook. Maar ze zijn natuurlijk niet gewoon. Nee, ja, dat kan ik uh, geloven. Maar ik denk dat we het vooral aan onszelf te denken hebben. Dat we gewoon daar zijn gaan spelen zonder stress. En dat we onze eigen wedstrijd hebben gespeeld. We het aan iedereen. En ja, dat heeft in het nadeel van Mazak spijtig genoeg gespeeld. Maar voor ons is dat goed uitgedraaid om een mooi seizoen te eindigen. Zo. Ja, want de coach heeft toch wel wat wijzigingen doorgevoerd ook, hè, Banks? Ja, maar in, in principe zijn ze met hun basis gestart. Buiten Elias, denk ik, de middenman, uh, zijn ze met hun basis gestart. Waardoor dat uh, wel onverwacht was voor ons in het begin. Maar uiteindelijk is hem inderdaad meer en meer beginnen wisselen in sets en dan denk ik dat dat inderdaad gewoon is om de basis meer te laten rusten naar Rousselaar toe. Ik herinner mij nog een van de vorige gesprekken, lang geleden toen Menen ook ging winnen in Mazijk voor de competitie was dat dan. Dat was toen met Jelle Sinnesaal en die herinnerde zich nog in, ver, in een ver verleden dat hij wel eens ooit was gaan winnen in Mazijk. Maar Frank, twee keer op een seizoen, ja dat is al te gek natuurlijk. Ja, ik denk dat we Deense ploeg zijn die Mazeric zijn gaan winnen dit jaar voorlopig. Dus uh, ja, het is ook een beetje onverwacht. Hè. Ik denk dat we het is al ons wel, denk ik. Uh, en ja, het is altijd leuk hè, tegen een topteam te winnen. Het is spijtig dat we, dat we gewoon iets niet meer getoond hebben in, uh, in het begin van de playoffs. Dat we toch kosten meedraaien tot het einde, tot die laatste wedstrijd. Dat is gewoon een beetje spijtig. Maar ook okay, het is wel een mooie afsluiting. En in Mazaik winnen is altijd. Uh, dat pakt er mee voor de rest van je uh, van leven. Hè. Wat zegt jouw kennersoog dan met het oog op de playoff-finale? Want we mogen niet vergeten, Mazaik toch twee keer op rij uh, verloren in de aanloop van die playoff-finale. Ja, maar ik denk toen we daar keer gingen winnen, ze hebben zich serieus ernaar na. Dus ik denk ook dat de spelverdeler aan het terugkomen is. Dat ze toch wel meer wissel wisselmogelijkheden hebben. Maar. Als ik een beetje afga op de vorige wedstrijden wat ik gezien heb van Ruslane en Mazeik, dan denk ik dat Roeslaren toch favoriet is. Uh, ook met het thuisvoordeel. Och, het is natuurlijk wel een ander gegeven. Hè. Ik denk dat er bij Mazeik ook wel een paar winnaars zijn die, die dat wel kunnen plaatsen die, die verlieswedstrijd van, uh, tegen ons. En, en de week daarvoor tegen Roeslaren. Ik denk dat ze nu moeten gaan voor de... Oh ja, ik denk dat het wel een spannende finale gaat zijn tussen Ruslane en Mazeik. Maar ik verwacht ook dat Ruslane kampioen gaat spelen. Wat verwacht jij, komen? Ja, ik, uh, ik ben akkoord met Frank. Ik denk dat Russelaar het gaan halen. Zeker ook door het thuisvoordeel dat ze hebben. Maar uh, ja, ik denk toch sterk uh, Russelaar. Dan mag ik jou ook feliciteren natuurlijk, want uh, net jouw contract verlengd, was het een uh, moeilijke keuze voor jou? Uh, niet echt eigenlijk. Uh, ik ben hier heel content in de club, uh, ook met de werking. Uh, de ploeg ook, ik weet dat ze het grote deel willen houden. En uh, je ziet ook deze jaar dat veel opevert van een goede teamsfeer te hebben in, de, in het team. En dat maakt ook de punten dan. En ja, ook, ook wel een deel met mijn studies te maken, heb ik toch gezegd: van ik ga hier blijven. Ja, het is wat waar natuurlijk wat Kobe zegt. Want heel wat steunpilaren hebben al verlengd. Ja, wat moet er dan nog gebeuren, Frank? Wat moet er nog bij? Wat, wat, wat moet er nog? Ik een receptie ook. Uh, zeker. Uh, opposite ook heel zeker. Uh, want uh, Lapkov is vertrekt zeker. Uh, Middenman waarschijnlijk ook. We zullen zien met Cosson uh, is nog niet 100% zeker, maar het kan zijn dat die ook wel vertrekt. Dus... Dat zijn ook drie spelers die we moeten aantrekken. Hè. Dus uh, er zijn werk aan de winkel. Ik hoop dat we de volgende dagen daar toch een verder nieuws kunnen over vertellen. We zijn al volop bezig daarmee. Maar ja, ik zeg, het is nu wel een leuke periode voor mij voor, voor veel video's te zien en, en naar spelers te kijken. En, en ja, het is wel een leuke periode, vind ik. Maar natuurlijk, ja, ik hoop dat we een zeker nog een sterker team hebben naar volgend jaar toe. Want ik denk dat we. Een heel mooi seizoen, hebben, maar we hebben ook wel een beetje geluk gehad. Hè. We moeten ook uh, met Louis stuur constant in de receptie. Ook. We hebben wel een beetje last gehad van kwetsuren. Ook mede door de, 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 de sterke teamspirit in de ploeg, en we wel veel overwinningen kunnen halen. En dus ja, we kunnen niet elk jaar teren op dat geluk, denk ik. Dus we, ik wil toch nog een beetje sterker zijn volgend jaar. Oké, okay, wat ga jij nog de komende weken, maanden uh, doen, kopen? Want het is natuurlijk een hele lange periode zonder volleybal. Uh, ja, ik ga nu de komende twee weken. Uh... Een klein beetje vakantie pakken. Niet te veel. Ik kan nog altijd in beweging blijven. Maar uh, vanaf 12 april ga ik uh, starten met het belofteproject. Dat is opgezet. Vorig jaar. Dat lijkt mij een hele mooie uitdaging. En tot slot, Frank. Ja, uh, wat ga jij doen? Ik heb gelezen. Was dat nu skiën in Oostenrijk of iets anders? <laughs> skiën niet, maar ik word assistentrainer van, van het nationaal team daar. Dus, uh, een paar weken geleden ben ik gevraagd geweest. En ik vond het wel een mooie uitdaging. En ik kom niet in het vaarwater van Menen. Dus uh, ik ga twee maanden, oh ja, eind april vertrek ik tot uh, half juni. Dus oh ja, ik denk dat dat wel uh, een mooie tijd het is. Ook een heel mooie ervaring. Ik, denk, uh, ik ben ook nog een jonge coach die veel wil bijleren. En inderdaad, ideale ervaring is voor, uh, voor veel bij te leren. Dat lijkt mij zeker zo. Kobe en Frank, hartelijk bedankt voor de babbel vandaag. En natuurlijk uh, alle voorbije weken. Genieten komende weken van het volleybal. Maar ook van een uh, mooie rustperiode. En tot volgend seizoen.